Michel, normaal zien we elkaar altijd in Nederland en nu zijn we eigenlijk op een heel andere plek. Ja, ik ben altijd blij dat ik net een weekendje vrij ben, want dat hangt er nog wel eens om. Ja, ik wil dit niet missen. Ik denk dat het rijtje waar ik met mijn boot lig, dat het mooiste plekje is. Hè? Want we liggen daar 6, 7 meter van de baan. Komt er veel bij kijken om je bootje neer te kunnen leggen in de haven van Monaco? Moet je geld overmaken natuurlijk, want vroeger kostte het 16 tientjes per nacht. Gewoon het tarief wat je moest betalen als iemand die even langskwam. Tegenwoordig is het een beetje anders. Hè. We betalen, als ik rechts achter me kijk, zijn boten die betalen wel 50, 60, 70, 80.000 voor 4 dagen Grand Prix weekend. Ik betaal wat minder, ik ben iets korter, dus... Maar geld is het wel allemaal. Maar ik heb er graag voor over, want mijn sponsoren kan ik inviteren. Mijn zakenrelaties komen ook hier. Dus van belang.